Welkom op literatuurplein.nl en welkom op het YouTube-kanaal van Literatuurplein, net waar je deze podcast beluistert. Ik ben Erik-Jan Harmens en normaal gesproken spreek ik met schrijvers voor Literatuurplein over hun boek bij de schrijver thuis of op een andere favoriete locatie. Maar dit keer is het anders, want dit keer zit ik in de hal van de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. Voor mij zitten mensen met warme chocolademelk en kerstbrood met dik boter erop. Buiten valt sneeuw en hier voer ik in deze hal een gesprek met de schrijver van de roman Hoor nu mijn stem. Graag jullie applaus voor Franca Treur. Dankjewel. En Franca, we horen allerlei geluiden om ons heen. Hè? Dus, er zit hier een koffiebarretje naast, er lopen mensen hier rond. En wij gaan hier onze eigen kleine ruimte creëren waarin we ons gesprek voeren. Ja. Hoor nu mijn stem, je derde roman, waarin het gaat om Geraldina Wisse, die op haar derde jaar haar beide ouders verliest bij een verkeersongeluk, vlakbij hun huis, ergens in Zeeland. Mm-hmm. En zij groeit op bij twee vrouwen, tante Ma en tante Sjaan, oud-tantes. Vervolgens gaat zij studeren in Leiden en volgt een maatschappelijke carrière en daarna keert ze weer terug naar Zeeland. Dat is even de loop van de roman en we gaan dat gesprek daarover voeren. Maar eerst even over die tante Ma en tante Sjaan. Die twee oud-tantes waarbij Ina, zoals ze zich dan nog noemt, opgroeit. Mm-hmm. Met tante Ma is iets bijzonders aan de hand. Want ja. Ze heeft een bepaalde positie in de kerk en misschien is het goed om die eerst even uit te leggen. Ja, dus de roman speelt zich af in een kerkelijke gemeenschap en het is een bevindelijk gereformeerde gemeenschap. Dat is een beetje een paraplu-term voor meerdere kerken. Maar wat ik daarmee bedoel is dat je, als je in die kerk, naar die kerk toe gaat, betekent dat nog niet automatisch dat je ook weet dat je uiteindelijk na je dood ook in de hemel komt, zou ik maar zeggen. Het is een beetje plat gezegd, maar daar komt het op neer. En je kan dat wel bereiken, die hemel, maar dan moet je eerst iets meemaken. En daar komt dat bevindelijk vandaan. Bevindelijk betekent eigenlijk iets ervaren. Ja. En tante Ma heeft zo'n ervaring gehad. Die mag weten dat het goed met haar is. Zo wordt het eigenlijk gezegd. Ze mag weten dat het goed met haar is. Ja, kijk, dat wordt altijd een beetje omvloerse verteld. Dan, zoals ik het nu doe, ik leg het dan uit. In die gemeenschap zelf zeg je nooit van, nou, en dan kom ik in de hemel. Zo. Dat is veel te direct. Je zegt het allemaal wat indirecter. Ja. Maar die tante Ma, die weet dus, God heeft haar laten weten dat hij haar heeft gezien en ze kan genade vinden in zijn ogen. En wat heeft ze gezien? Wat heeft ze meegemaakt? Ja, dat is echt een mystieke ervaring die bijna lijkt op een soort wat mensen in de middeleeuwen meemaakten. Toen iedereen nog katholiek was, zeg maar zeggen. Mm-hmm. Ja, dat is een soort verschijning. En dat leg ik uit in het boek hoe dat er precies aan toe gaat. Maar het hoeft niet altijd zo te zijn zoals tante Maat meemaakt met bijna een letterlijk zien van Jezus. Ze zag hem heel erg dichtbij. Maar sommige mensen maken het weer op een heel andere manier mee. Mm-hmm. Ja. Ja. Verhalen die gaan ook al. Soms is het ook heel erg met bijbelteksten. Dus dat je, dan wordt gezegd, dan word je bepaald bij een bepaalde tekst. En die spreekt dan tot je. Ja. En is het zo dat Jezus of God besluit van dat we hebben die uitgekozen, we gaan ons aan die persoon aandienen? Werkt dat op die manier? Ja, dus het gaat over de uitverkiezing. God weet van tevoren al van alle mensen wie die zal verkiezen en wie die verdoemt. Dus, wie die zal verkiezen en wie die verdoemt. Ja, dus de dubbele predestinatie is dat eigenlijk. Dus God weet het gewoon van tevoren al in die visie, zou ik maar zeggen. Ja. 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 En tante Ma, die is uitgekozen. Ja. En Ina wil natuurlijk ook uitgekozen worden. Ja. Ik bedoel, iedereen wil dat in die gemeenschap. En dus zijn mensen ook heel gretig om tekenen zodanig te interpreteren dat het misschien wel lijkt op een soort bevindelijke ervaring, een bekering. Hm. Want dan hoor je er ook bij. En dat wil natuurlijk iedereen. Dus als er dan iets gebeurt of als je een bepaalde tekst leest, dan ben je ook wel heel erg gespitst op van, oh, zou dat misschien God zijn? Die zich aan mij aandient. Ja. Ja.
Want je kan ook, ik praat even vrij uit, hè, dus je moet even zeggen als ik iets oneerbiedig zeg, maar je kan ook doen alsof Jezus zich aan je aandient. Ja, dat kan. Maar je moet er wel iets over kunnen vertellen. In er komt gewoon huisbezoek elk half jaar, denk ik. Of elk jaar, dat weet ik eigenlijk niet meer. Okay. Maar er komen de twee ouderlingen langs en die vragen of er nog iets is gebeurd de afgelopen tijd. En dan, dat vragen ze aan iemand die is uitverkoren? Nee, dat vraagt ze gewoon aan alle gemeenteleden. Elk gemeentelid krijgt huisbezoek en dan, ja, dan wordt er wel gevraagd hoe het ervoor staat. Ja. En als je dan iets te vertellen hebt, dan wordt er ook een beetje, ja, wordt wel een soort getoetst. Ja. Hoe dat, of die ervaring bijbels genoeg is. Maar dat betekent vooral of die aan de standaarden voldoet van bepaalde nadere reformatoren hebben uitgezet. Die hebben een soort stappenplan uitgezet van, nou, God begint altijd zo met dat je heel erg bekommerd bent om je zonde. Mm-hmm. Want als je geen last hebt van je eigen zonde, heb je natuurlijk ook geen verlosser nodig. Nee. Dat is het idee. Dus die bekommernis is de eerste stap. Nou ja, enzovoort. Dus je moet al die stappen moet je wel een beetje kunnen aantonen dat die zijn gebeurd. Ja. Ja. En hoe zit het met percentages? Is het een klein deel dat is uitverkoren? Ja. Dus een groot deel is verdoemd? Of is er nog een soort tussen? 5 tot 10%. Nou, kijk, het ligt er een beetje aan hoe je rekent. Maar als je kijkt dat de mensen die dan denken van, nou, bij mij is het echt gebeurd. Ja. Dat zijn de mensen die aan het avondmaal gaan. Nou, dat is hooguit 10% van de hele kerk. Dus de rest blijft zitten. Leg even uit wat dat betekent, het avondmaal, dat je aan het avondmaal gaat. Het avondmaal is een, ja, dat is wel gewoon 's ochtends, maar het heet avondmaal. Maar dan, dat is ook 2 keer per jaar wordt het gehouden en dat wordt er in de kerk voor in een grote tafel neergezet met witte lakens en dan allemaal stoelen eromheen. En dan mogen de mensen die dus weten van, nou, ik hoor erbij, die mogen daar dan plaatsnemen. En dan krijgen ze een stukje brood en gaat er een beker met wijn rond. Ja. En dan weet de rest van de kerk, oké, nou, dat zijn de mensen. Ja. Het zijn altijd dezelfde, dus het is nooit zo. Als er een keer een nieuwe is, dan is het altijd echt een soort. Dan gaat iedereen in de kerk eventjes zo rechtop zitten om te kijken van, ja, oh, is iemand bijgekomen. Ja. Ina, jouw hoofdpersoon, die ziet Tante Ma als een voorbeeld. Ja. Die wilde het eigenlijk misschien. Ja, die ziet ook wat het haar brengt. Want die vrouw heeft ook status in de gemeenschap. Het is een vrouw bij wie andere mensen hun ervaringen komen toetsen. Dus als ze denken van, nou, misschien is het bij mij ook al begonnen. Dan gaan ze naar Tante Ma en dan praat ze erover. En Tante Ma die kan dan zeggen van, ja, nou inderdaad. Of nee, waarschijnlijk niet. Ja. Het is dus heel streng. En dus ze heeft een bepaalde status. En mensen luisteren heel erg naar haar. Dat ziet Ina natuurlijk ook. Dus nou, het is ook een manier om bijzonder te zijn in zo'n gemeenschap, hè? Iemand te zijn. Ja. En Ina wil natuurlijk ook iemand zijn. Ja. Dat is denk ik een universele wens van mensen. Dat je, aan de ene kant wil je een soort opgaan in de groep, maar aan de andere kant wil je eigenlijk ook weer een beetje eruit springen. Een beetje onderscheiden. Ja. 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 En wat doet zij, hoe leeft zij om dat te bereiken, om Tante Ma te kunnen navolgen? Nou, ze doet eigenlijk hetzelfde wat Tante Ma doet. Dus het is heel veel lezen in de Bijbel en bidden. Alleen, het valt er wel zwaar. Want ze vindt het wel saai. Ze kan niet altijd de gedachten erbij houden. Ze heeft wel eens geen zin om te bidden. Of ze denkt dan van, ja, God weet alles al. Waarom zou ik het eigenlijk nog vertellen? Ja. Het zijn wel dingen die haar daarin tegenwerken. Mm-hmm. Maar in principe is zij gewoon echt een voorbeeldig. Ja. Hoe zeg je dat? Lid van die gemeenschap, van die kerk. Ja. En ze komt een heel eind. Maar ze twijfelt ook. Ja, pas veel later hoor. Pas in de studententijd. Ja. 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 Ze groeit echt helemaal op in een reformatorische bubbel. Dus dat houdt in dat alles reformatorisch is. Ook de scholen, de schoolboeken, de schoolbus. Ja. Zodat je onderweg geen andere stinkende hoeft tegen te komen. Ja. De media, er komt geen niet-reformatorische media binnen. Dus de kranten en de tijdschriften zijn ook reformatorisch. Ja. Dus dan is dat zo, de waarheid waar je mee opgroeit, dat je daar ook geen moment aan twijfelt. Ze solliciteert bij het Reformatorisch Dagblad. Ja. Ja, die is ook bezorgd. Ja. 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 En je zegt van dat twijfelen komt pas later. Ja. Dus in die bubbel is die twijfel niet. Daarin is eigenlijk alles
Het is ook heel, het is niet gebruikelijk om daar te twijfelen, omdat je, dat wordt ten eerste wordt kritisch denken je niet echt aangeleerd. En het is zo volkomen vanzelfsprekend dat het waar is waar je, wat iedereen tegen je zegt, omdat het op alle fronten, er is geen tegengeluid. Hè? Ja. En dat tegengeluid krijgt ze pas in de studietijd. Mm-hmm. Dat is misschien laat, maar het is kijk, je kan ook die twijfel niet zo goed al eerder toelaten, want je kan niet zo goed in zo'n groep functioneren als je niet echt gelooft. Omdat op die rand, dat is heel moeilijk verblijven. Je hoort er of volledig bij of je bent eruit. Maar je kan niet een beetje erbij hangen, zou ik maar zeggen. Nee. Dat gebeurt, dat mensen aan de andere kant van die rand uitkomen. Ja, maar niet zo vaak, maar dat kan gebeuren. Maar het is bijna nooit dat mensen nog wel gewoon 2 keer per maand of zo naar de kerk gaan en het wel een beetje half en half geloven, maar toch ook weer niet. Nee, dat komt weinig voor. Of die periode duurt niet super lang. Nou, is er van buitenaf die bubbel, wordt er op bepaalde manieren daarnaar gekeken, naar de reformatorische gemeenschap. Maar kan je eens wat goede eigenschappen benoemen van leven in zo'n bubbel, ook voor jouw hoofdpersoon Ina? Ik bedoel, ze heeft geen ongelukkige jeugd. Nee, maar het is een beetje het soort leven wat in traditionele samenlevingen zich afspeelt. Kijk, wij leven natuurlijk in een heel moderne wereld, heel geïndividualiseerd. En wij maken, hoe zeg je dat? In zo'n gemeenschap is het gewoon heel veel logischer dat je veel met elkaar deelt. En dat je daardoor ook veel van terugkrijgt. Mm-hmm. Dus er is dus veel wederzijdse hulp. Terwijl onze moderne samenleving is zo geanonimiseerd, omdat we hebben een welvaartsstaat en verzekeringen zijn anoniem, zeg maar. Dus je hoeft het niet meer per se van je buren te hebben, want de staat zorgt wel voor je. Ja. En dat werkt op allerlei fronten. Maar vroeger was het natuurlijk niet zo. En in dat soort gemeenschappen is verzekeren was ook heel lang ook een beetje uit de boze. Dat mocht eigenlijk niet. Dus dat hoefde daar ook niet zo. Omdat je voor elkaar zorgt. Ja. Mm-hmm. Ja, dus daar heb ik ook wel voorbeelden van gezien. Dat als er dan een schuur afbrandt of zo, dat dan iedereen meteen de rotzooi op komt ruimen en in de kerk collectes worden gehouden. En dat het dan eigenlijk ook alweer goed komt met die schuur. Ja. Yeah. Ja, dus dat is best mooi. Dat zijn mooie aspecten, maar het is ook. Je kan er heel nostalgisch van worden, maar de samenleving is gewoon veranderd. En dat vinden we mooi, omdat het nog een beetje lijkt op een soort leven wat je kent uit verhalen van je ouders of zo. Ja. Maar ik zou er niet meer naar terug willen, zou ik maar zeggen. Hmm. Nee, want zo'n gemeenschap komt natuurlijk ook met sociale controle en met regels over hoe je je wel en niet gedragen moet. Ja. Ja. Maar dat is ook maar net zo verstikkend als je het zelf maakt. Nee, dat heb je niet helemaal zelf in de hand. Oké. Okay. Nee. Nee, dat kan heel streng zijn. Dat kan, Kun je eens een voorbeeld van geven? Nou, omdat over dingen die je wel en niet mag doen op zondag, bijvoorbeeld. Of bepaalde hobby's die je uitoefent. Mm-hmm. Ja, dat soort dingen. Ja. Ja. En hoe zag zo'n zondag eruit? vroeg opstaan. Bij ons, de jongens gingen naar buiten om de koeien te melken. En, naar de kerk. En uit de kerk napraten over de preek. Punten noemen voor de koffie. De punten van de preek. Ja. Ja. En dan naar bed. Een paar uurtjes. Ja. En dan weer een nieuwe dienst. En dat soms, in de zomer was dat 3 keer. Dan kon je 's avonds weer naar de kerk, maar dat was meestal optioneel. Hmm. Ja. Dat deden we dan ook niet. Ja. Nee. Dat is de wereld die je ook in Dorsvloer vol confetti, je debuutroman, schetst. Terwijl je in de woongroep, je tweede roman, eigenlijk die moderne samenleving aan bod laat komen. Ook, ja. Ja. Ik laat daar meer de tegenstelling zien. Dus je hebt zowel die hele traditionele reformatorische wereld. Ja. En die wordt dan eigenlijk ook wel in zijn is op zijn meest traditionele manier weergegeven, mm-hmm. moet ik zeggen. Omdat die oud-tante is natuurlijk ook nog een oudere generatie. Ja. Want ook revo's hebben tegenwoordig internet. Dus het is natuurlijk zo ouderwets als het in het boek
eraan toe gaat, zo groeien de meeste refo's nu niet meer op natuurlijk. Nee. Het is een andere tijd, maar ook nog een extra oude, ouderwetse manier van leven, omdat die tantes al wat ouder zijn. Ja. Ja. En daarnaast de moderne samenleving, waar Gina later in terecht komt. Ja. Ja, precies. Ja. Want Ina wordt uiteindelijk Gina, maar Ina gaat studeren in Leiden, mm-hmm. psychologie. Zit daar eerst nog in een soort van reformatorische bubbel. Mm-hmm. Maar hoe gaat het vanaf daar? Want ze zit dan buiten die bubbel, zit dan in. Ze heeft onder andere les van een professor die de grote vraag schetst: schiep God de mens? Mm-hmm. Of schiep de mens God? Ja. Ja, dus er komt een hele hoop afleiding eigenlijk, of niet? Ja, dus daar gaat de wereld open en komen er andere ideeën binnen natuurlijk. En dat is in het begin heel verwarrend. En op een duur is die verwarring zo'n vervelende positie dat je op een gegeven moment denkt, ik moet andere keuzes maken om er een einde aan te maken. Ja. En dat doet zij na een hele tijd van twijfel, omdat het ook best wel sociale gevolgen heeft. In mijn geval was het ook zo, ik zat op die studentenvereniging met allemaal reformatorische studenten en ik vond daar eigenlijk wel leuk. Ja. Maar ik had ook het gevoel, ik geloof eigenlijk niet meer op de manier zoals hier geloofd wordt. En als je ouderejaars bent, ben je altijd degene die een bijbelkring leidt of een studiekring leidt en dan moet je voorgaan in gebed en zo. Hm. Dat voelde op een gegeven moment heel hypocriet om dat nog te doen. Dus omdat je van binnen al iets anders aan het voelen was. Ja, wanneer begon dat? Nou, al, ik denk in mijn derde jaar of zo. Maar je derde jaar dat je studeerde? Ja. Maar kwam dat op een dag opeens zo nee, op? Nee, dat gaat heel geleidelijk. Maar allerlei dingen spelen mee. Gesprekken met mensen, maar ook dingen die je leest, colleges die je volgt. Als je twijfel bij jezelf voelt, dan wil je daar niet meteen aan toegeven. Want dat is ook heel ongemakkelijk en ook lastig. En je wil, je kan het ook bijna niet geloven. Je kan bijna niet geloven in een wereld die niet bestuurd wordt door God, omdat het zit zo in je dat het zo is. Dat is gewoon een hele rare gedachte eerst. Nou ja, je schrijft zelf en je leeft eigenlijk je leven alsof je, alsof er een soort camera vanuit de lucht op je gericht is en al je bewegingen registreert. Ja, ja. Het is ook, je wordt heel zelfbewust van, want je. Ja. Je hebt het gevoel dat alles ertoe doet, hè? Alles terwijl, ja. Ik vind dat wel een geruststelling of een geruststellende gedachte nadien, nadat ik dat niet meer geloof. Het is allemaal niet zo belangrijk wat je doet. Nee. Het wordt niet allemaal zo in de gaten gehouden, het wordt niet geregistreerd. En het is ook niet zo dat elke slechte gedachte ertoe doet. Ja, je wordt er zelf misschien niet beter van, maar verder heeft er niemand last van. Oh, dus het was niet alleen zo dat de camera vanuit de lucht registreerde wat je deed, maar ook registreerde wat je dacht en voelde. Ja, God kan ook je gedachten lezen. Ja. Weet ook precies hoeveel haren je op je hoofd hebt. En, ja. 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 Ja, maar het is wel echt een opluchting als je daar niet meer in gelooft. Maar dat zijn verschillende stadia, want je hebt dan twijfel. Dat kwam dus zo rond je derde jaar. En op een gegeven moment krijg je dan een afstand die je neemt. Maar er zitten natuurlijk nog wel allerlei fases tussen. Twijfel is nog niet, betekent nog niet dat je eruit bent. Of nee. Nee. En ook jezelf durven toegeven dat je het echt niet meer gelooft. Dat is een heel lang proces. Maar ik heb niet allerlei stadia benoemd of zo. Omdat, nee. Maar dat duurde lang. Een paar jaar. Ja. Ja. Gina komt terecht in de wereld van de radio en uiteindelijk ook de televisie. Zij wordt succesvol radio-interviewer bij een programma dat zou kunnen lijken op iets als Kunststof of zo'n soort programma. Ja. Hè? Ja. En ze doet dus op televisie iets raars, want dat mogen we wel verklappen, dat ze iets met haar doet. Hè? Doet mee aan een tv-programma waarin vrouwen worden opgeroepen om hun haar te doneren voor andere vrouwen die kanker hebben en daardoor hun haar zijn kwijtgeraakt. En dan kun je je haar doneren om daar pruiken van te maken. Ja. Dus het is in principe het goede doel. Alleen zij doet daar niet aan mee zozeer vanwege dat goede doel. Maar als wel omdat ze een paar maanden eerder haar vriend is kwijtgeraakt. En ze kan geen contact meer met hem krijgen. Hij reageert nergens op. En ze heeft het gevoel dat als ik nu meedoe aan,
dit tv-programma en me daar heel kwetsbaar laat zien. Dus zonder mijn haar. Zij heeft heel mooi haar, dat is eigenlijk het mooiste wat zij heeft. En dat speelde ook een rol in de manier waarop ze een relatie kreeg. Was het haar ook, ja, dat speelde een rol. Mm-hmm. En, dat houden we open. Ja, ja. Ja. En ze heeft dan het gevoel van, nou, als ik dan laat zien dat ik het ervoor over heb om mijn haar af te knippen, dat zover ben ik bereid te gaan, dan komt hij misschien wel bij me terug. Dat heeft het gevoel dat het een soort offer is dat ze brengt. Alleen, ja, een offer wordt in een niet-christelijke context niet altijd als offer herkend. En dat is, ja, in dit boek ook ligt het ook al ingewikkeld. Hmm, ja. Ja. Want wat heeft het voor effect? Leidt het ergens toe? Dat... Nou, in die zin dat ze vrijwel meteen na de televisieoptreden krijgt ze een telefoontje van tante Ma dat het niet goed gaat met tante Sjaan. Mm-hmm. Dat valt uiteindelijk wel mee, maar het gaat met tante Ma zelf niet zo goed. Ja. En zij gaat dus daarheen, maar ze heeft haar haar helemaal afgeknipt. En dat is voor haar onmogelijk om zonder haar bij die tantes te... Want? Om hen onder ogen te komen. Ja, als ik vroeger een ander kapsel had, dan moest ik dat ook een beetje voorzichtig brengen bij mijn ouders. Maar daar hield het wel mee op. Maar hier is iets anders aan de hand. Ja, haar afknippen voor een vrouw is wel ongeveer het ergste wat je kan doen in die gemeenschap. En die tantes weten ook niet dat ze niet gelooft. Hè? Dus uit een soort respect heeft ze dat niet verteld. Omdat ze ook wel weet dat tante Ma dat het ergste zou vinden wat er wat ze zou kunnen doen. Dus ze houdt dat een beetje stil. Zoals ze ook stil houdt dat ze bij de radio werkt. Ja. En dus met dat kale hoofd komt ze niet in Zeeland aan. Maar ze koopt nog even snel een pruik. Ja. 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 Want wat zou er gebeuren als tante Ma zou weten dat ze... bij de radio werkte en dat ze haar had afgeknipt. Wat gebeurt er in zo'n geval? Nou, tante Ma zou zich verantwoordelijk voelen. Dus het is niet alleen de schuld van Gina dan, maar dan ook van tante Ma. En dat wil ze tante Ma besparen. Maar als je zelf de verantwoordelijkheid voor je daden op je kan nemen, dan is het tot daaraan toe. Dan heb je misschien hele ongemakkelijke discussies. Ja. Maar als tante Ma daar zichzelf schuldig over voelt, is het natuurlijk een ander verhaal. Want dat zou echt iets doen voor tante Ma in die gemeenschap ook. Voor haar positie, haar aanzien. Ja, ook dat. Ja. Zou die status van uitverkorene ook schade berokkend worden? Nee, maar het zou wel een deuk in de ego zijn. Maar het komt uiteindelijk dan nog steeds in de hemel, hoor. Dat wel. Ja. Ja. Maar ik vond het zelf belangrijk om zoiets als die pruik op te voeren. Omdat het gaat over het schipperen van iemand die tussen die twee werelden zit. Zij zit aan de ene kant in de wereld van de moderne media, echt de moderne wereld. Aan de andere kant is haar thuis is die van een hele andere wereld, een reformatorische wereld. En ja, die pruik staat dan eigenlijk voor... Ja, je niet helemaal jezelf kunnen laten zien in die andere wereld. Je moet je aanpassen. Ja. Respect, uit respect eigenlijk. Zoals als ik naar mijn oma ga, ook altijd een rok aantrek. Ja. Terwijl mijn oma ook wel weet dat ik niet altijd in een rok loop. Maar ze vindt dat toch belangrijk, dus dan doe je dat. En voor jou is dat een manier om respect te tonen? Ja, ik vond het in het begin lastig, omdat ik wilde niet hypocriet zijn. Dat was nou het hele ding van laat uiteindelijk ervoor uitkomen dat je niet meer gelooft. Ja. Dat was voor mij een soort opluchting, dat ik eindelijk kon zijn wie ik was. Ja. Maar als je daarmee echt zo'n verdriet doet bij iemand, dan kan je ook alweer dat opbrengen. Moet dat dan ook, want je zegt van dat ik niet meer geloof, moet het zo absoluut zijn? Zeg maar. Nou, moet je van geloven naar niet geloven? Nee, ik vond dat het moest. Maar dat was omdat ik dan zo lang al die twijfels had en dat voor me hield. Wat heel naar voelde. Het is ook iets heel protestants. Want katholiek begrijpt het helemaal niet. Dat je niet gewoon wat minder ermee bezig kunt zijn. En gewoon je mond erover houden. Mm-hmm. Maar voor mij was dat belangrijk. Ja, ik zou me kunnen voorstellen dat je ook kan zeggen. Dat je ook kan zeggen, ik ben gelovig opgevoed. En nu weet ik het niet precies meer. Dat kan ook. Ja. Maar ik wist het wel. Ja. Nee, maar het lijkt... Ik bedoel, je hebt helemaal gelijk. Ik zou het misschien achteraf gezien ook anders doen. Hmm.
Maar dat was toen de enige optie. Ja. Ja. Maar ik vond het wel interessant om die optie van Gina te onderzoeken. Want die, die heeft het dus niet gezegd. En dan is het dan een betere manier. Hm. Ik weet het niet zo goed. In elk geval kon ik dat toen niet aan. Maar, Nou ja, de vraag is ook van waar is Gina gelukkiger? Want zij, zij maakt een carrière als radio-interviewer. Doet dat eigenlijk ongelooflijk goed. Hè? Manifesteert zich echt als een van de beste radio-interviewers. En vervolgens valt er een seconde van... Nou, 20 geloof ik, midden in een gesprek laat een hele lange stilte vallen. Ja, maar je kan natuurlijk niet stil zijn op de radio. Nee. Dan denken mensen dat je apparaat kapot is. Ik heb het idee dat het een soort cruciaal, cruciaal punt in deze roman is. Ja, ja, dat je niet altijd van je stem aan kan. Ja. Ook al laat je je stem horen. Ja. Ja. En je roman heet Hoor nu mijn stem. Het is wel inderdaad heel belangrijk. En ik leg natuurlijk ook een link met een dominee die... die een enorm groot geloof heeft, omdat hij, dat is de buurman, en de buurman is eigenlijk boer. Maar hij krijgt een roeping om dominee te worden. Ja. Maar niet in Nederland, maar in Canada. En hij denkt, hij kan geen Engels, maar hij denkt dat God daarin zal voorzien. Zo groot is zijn geloof, dat God ter plekke zijn woorden wel zal omzetten in het Engels. Hm. En ja, dat wordt natuurlijk heel ingewikkeld. En hij kan... ook niet op die preekstoel staan en dan heel lang stil zijn. Net als wat Gina op die radio heeft, dat heeft hij ook. Ja. En dat moet iets doen met je geloof, zou je dan zeggen. En dat is natuurlijk met Gina ook. Ja, bij haar doet het ook iets met haar nieuwe leven. Ja. Ja, is dat het dan? Nou ja, ik zat ook te denken, het kan ook zijn dat ze het opblaast. Hè? Dat ze die nieuw verworven status... ook een soort uitverkorene, maar dan een uitverkorene in de moderne wereld van de moderne media, dat ze dat opblaast. Ook omdat ze teruggaat naar Zeeland, omdat het uiteindelijk inderdaad niet goed gaat met tante Ma. En dan ook wegblijft. Ik bedoel, er ontstaat een soort destructie. Maar wat denk je dat ze opblaast? Oh, dat ze het zelf saboteert. Ja. Ja, ja, ja. Ja, nee, dat is natuurlijk ook zo, want... de meeste mensen zouden zeggen van, nou, dat kan een keer gebeuren, toch? Dat je een keer even niet uit je woorden komt en dan de volgende keer weer beter. Nou, wij zouden in dit gesprek 20 seconden stil kunnen vallen. Dat zou niet, mensen zouden misschien raar naar ons kijken nu hier in de KB, maar dat zou het dan ook zijn. Het zou er ook uitgeknipt worden, denk ik. We kunnen het er nog uitknippen, ja. 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 Nee, het is niet het ergste van de wereld, maar dat heeft natuurlijk te maken met haar positie. Want de mediawereld zitten normaal gesproken heel veel mensen die daar op een meer natuurlijke manier... terechtkomen. Dus omdat hun ouders ook bij de media werken of omdat het in hun scene normaler is om in de mediawereld te werken. En zij is de buitenstaande. Ja. En zij heeft niet het gevoel dat dat haar natuurlijke plek is, maar dat ze alleen daar kan werken omdat ze de beste is in haar vak. Maar dat legt ze zichzelf ook op, dat ze dan alleen maar daarom die plek mag hebben omdat ze de beste is. En als ze dan zelf niet meer erin kan geloven dat ze de beste is, is meteen een hele zelfvertrouwen weg. En ja. Dan kan je zeggen van dat is zelfsabotage. Maar het heeft ook te maken met de positie van de sociale stijger. Die is niet hetzelfde als iemand die daar op een meer natuurlijke manier is terechtgekomen. Ja. En is dat ook een vraag die je stelt? Of je dus op die manier uit één wereld kan stappen en dan echt volledig opgenomen kan worden in een andere wereld? Dat is wel een van de vragen in het boek. En ik denk niet dat ik die beantwoord of zo in het algemeen. Maar het is wel zo dat ik denk dat... We moeten niet denken dat iedereen dezelfde positie kan bereiken. Een milieuafkomst maakt wel uit. En wij verwachten bijvoorbeeld van migranten ook heel erg dat ze zich zo aanpassen... dat ze volledig opgaan in onze samenleving. En dat ze eigenlijk hetzelfde kunnen bereiken. Maar dat vraag je best wel veel. Want er is echt een enorme cultuurachterstand. Ja. En om dat dan in één leven allemaal te overbruggen, daar heeft de samenleving heel lang over gedaan. Ja. En het kan wel, je kan het in één leven doen, omdat de samenleving al verder is. En dan omdat er in onze samenleving al best wel veel verworvenheden zijn waar je dan van kan profiteren. Dus in mijn geval bijvoorbeeld was het al normaal voor meisjes om te mogen studeren. Dus dat kon ik al vrij snel doen. En het proces van secularisering, daar was de samenleving ook al doorheen gegaan. Dus daarom was het voor mij ook makkelijker om diezelfde weg af te leggen. Ja.
Dus daarom kan het in één leven. Maar het is niet gezegd dat je het iedereen... dat je het van iedereen zomaar kan vragen, denk ik. Nee, en in jouw geval, is het ook nog zo dat je dan wel die mogelijkheden kreeg om uit die wereld te stappen en te gaan, maar je bent dan ook echt uit die wereld gestapt. Ja. Dus dat motiveert ook niet, maar toch vanuit, bedoel dat iemand dan ook echt uit die bubbel verdwijnt. Voor de achterblijvers, ja, bedoel je? Ja. Nee, de achterblijvers zien het altijd als verraad als je weggaat. Ja. Ja, dus het is ook in die zin wordt mijn boek daar ook gelezen als een soort spiegel van oké, zo moeten we dus oppassen dat onze kinderen worden zoals zij, hetzelfde pad gaan bewandelen. Ja. Maar dat is nogal een woord ook, verraad. Ik denk ook niet dat je het per se zo hoeft te voelen. Maar sommige mensen voelen het al als verraad als ze de stap maken om te gaan studeren in een andere stad. Want daarmee geef je eigenlijk aan van ik wil een ander leven dan het leven bij jullie. En dat kan je voelen als verraad, dat hoeft niet. Het heeft natuurlijk heel erg te maken met hoe je in het leven staat. Maar er zijn mensen die hebben daar al last van. Hoe voelt Gina dat uit jouw roman? Hoe voelt zij dat? Voelt zij het als verraad? Ik denk het wel. Ja. Ja. Is dat de reden dat ze teruggaat en veel langer blijft bij tante Ma? Maar ze heeft natuurlijk ook het gevoel dat ze zelf iets kan halen. Dat er iets te halen valt voor haar in dat teruggaan. Wat valt er voor haar te halen? Ja, dat is ook wel iets waar ze... Er valt haar daar ook iets te halen. Alleen ze wist niet dat ze dat zocht. Maar er zit, ja, door die stilte die daar haar overvalt, omdat ze ineens in een wereld terugkomt waar helemaal geen media zijn, waar de stem uit de ether ook niet klinkt. Waar er gewoon echt volstrekte stilte is en het raam de televisie is. Ja, dat brengt haar ertoe dat ze... Ja. Het raam van het huis, hè? Bedoel je, als je aan tafel zit, is het raam de televisie, het venster op de wereld. Ja. Nou, dat zorgt ervoor dat je jezelf moet gaan vermaken. Dat je het met je eigen binnenwereld moet doen. En staat haar aan het denken. En ook aan het... Eigenlijk onderzoeken wat haar gelovige jeugd voor psychologisch effect op haar heeft gehad. En ze komt er eigenlijk achter hoe bepaalde dingen, mechanismen werken. En dat ze daar ook nog steeds wel de gevolgen van ondervindt. Want zij zit met een enorm schuldgevoel. En dat geloof van haar, dat heeft dat heel erg gestimuleerd, kan je wel zeggen. Want schuldgevoel is natuurlijk de eerste noodzakelijke stap in die bekering waar we het net over hadden. Nou, als je dus dat schuldgevoel hebt geïnternaliseerd, dan is het ook heel makkelijk om dingen te vinden in je omgeving om je schuldig over te voelen. Ja. En in haar geval wordt het er helemaal aangereikt, omdat zij zich verantwoordelijk voelt voor het ongeluk van haar ouders. Ja. Want die hadden niet hoeven rijden op dat stukje weg waar ze dat ongeluk kregen, omdat ze Ina gingen ophalen, omdat Ina zou eigenlijk blijven slapen bij opa en de oudtantes, maar ze wilde niet slapen. Ze huilde te veel. En dan dus moest ze worden opgehaald en juist op dat moment, op die plek, kreeg ze dat ongeluk. Ja. Dus haar stem is gehoord, zou je kunnen zeggen, op zeer jonge leeftijd. Ja, je gevolg van... Dus ze voelt zich eigenlijk altijd iemand die zich aanstelt op de verkeerde momenten en daardoor heeft ze enorm schuldgevoel wat ze bij zich draagt. En dat verdwijnt niet als ze niet meer gelovig is. Nee. En eigenlijk pas door het moment dat ze daar zo in die stilte zit en met tante Ma bezig is, fysiek werk aan het doen is, tante Ma aan het verzorgen is, maar ook het huishouden runt, wat er nogal achterstand had opgelopen. Ja, komt ze eigenlijk zelf ook een beetje met zichzelf in het reinen. En ervaart ze uiteindelijk een soort verlossing. Ik ga het niet verklappen, want het is wel echt het einde van het boek. Ja. Maar iets waarvan ze eigenlijk helemaal niet wist dat ze het zocht. Nee. Ja. In Den Haag spraken wij met Franca Treur over de roman Hoor nu mijn stem, haar derde roman. Die is te koop en die is te leen en gaat het allemaal lezen. Dit was de podcast op Literatuurplein en op het YouTube-kanaal van Literatuurplein. En we deden het dit keer dus live in de hal van de Koninklijke Bibliotheek. En om dat bewijzen geven we allemaal nog één applaus aan de auteur Franca Treur. Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel.